Jesse, UVS verliest vandaag van koploper Die Hagen met 0-2. Ja, ik denk dat er weinig op aan te merken valt op die uitslag in ieder geval. Ja, je hebt in principe weinig gecreëerd. Je krijgt een penalty tegen en een goal uit de opbouw, fout uit de opbouw. Ja, zelf weinig gecreëerd en dan kun je de scoren. Dus dat wordt lastig. Ja, ik moet zeggen dat jullie eigenlijk voetballend gezien prima meegingen. Zeker in de beginfase van de wedstrijd is er ook niet veel aan de hand. Je geeft ook zelf niet veel weg. Maar je brengt jezelf eigenlijk een beetje in problemen door, denk wel, een terechte penalty. Ja, terechte penalty is nog een dingetje. Het is een penalty en dan kom je weer kut 1-0 achter in principe. En voor de rest, ja, fout uit opbouw. Dus stomme 2-0 eigenlijk. Eigenlijk geef je het zelf weg, zoals je het zeggen. Dan heb je de tweede helft nog alle tijd natuurlijk om wat terug te doen. Ik zag de absolute wil wel bij jullie, maar eigenlijk totaal tandenloos vandaag. Volgens mij de tweede helft geen schot op goal, volgens mij. De wil is er, iedereen wil elke wedstrijd weer. Het is de motivatie zit erin. Gretigheid ook voor de wedstrijd. Leed wel niet echt lukken nog. Vorige week tegen FUK wel behoorlijk wat kansen kunnen creëren. Daar doe je jezelf eigenlijk ook tekort. Nou, vandaag dan wel een terechte nederlaag. Maar het wordt wel zo langzamerhand opletten geblazen voor dit UVS. Ja, je moet punten gaan pakken. Het gaat daar wel een beetje opschieten. Het is nog de helft van het seizoen volgens mij. Het gaat nu beginnen, dus je moet punten gaan pakken. Anders wordt het lastig. Waar schort het met name aan naar jouw idee? Is het dan toch dat je te weinig stootkracht voorin hebt? Is niet iedereen heeft de juiste voorhoede te pakken? Hoe zie jij dat? Ja, dat is lastig. Het is een beetje, denk ik, zelfvertrouwen. Vorig jaar liep natuurlijk alles. Iedereen ging volle moed in. Nou zitten sommige dingen tegen. En dan is het een beetje dat mensen een kopje te snel laten zakken. En die gretigheid voor die 2-1 maakt al dan weg. Misschien ook wel kwaliteit om het af te waken, maar dat is lastig te zeggen. Dus die kansen komen er niet. En dat ligt aan heel het team, dat ligt aan iedereen. En ze vallen maar niet. Dan zit het ook niet mee dat Lloyd van der Wilde al snel uitvalt, waardoor je voorin eigenlijk nog meer gaat missen. Want dat is wel de man van de assist vaak. Is het dan een seizoen waarin te veel tegen zit tot nu toe? Het zit er in ieder geval niet mee. Lloyd gaan we missen, dat is 100%. Nou denk ik wel, als je Boy of Thomas niks buiten hebt, dat je echt goed kan opvangen. Dus daar zou het niet aan moeten liggen, maar het seizoen zit er in ieder geval niet mee. Nog pas op de helft, dus in die zin nog geen reden voor paniek. Maar ik nam de stand er net even bij. En plek 8, waar je uiteindelijk minimaal moet eindigen om gevrijwaard te zijn van zorgen. Dat wordt al een lastige misschien. Ja, het is de helft van het seizoen. Je moet punten gaan pakken. Je hebt het eigenlijk niet met eigen hand. Dat is het lastige eraan. Dus je moet echt wedstrijden gaan winnen. Dat is het. Je moet punten gaan pakken. Maar vertrouwen blijft bij jou nog volop aanwezig? Al de tijd. Heel goed. Ook keihard blijven werken en trainen. Want dan moet hij op een redelijke keer naar jullie toe vallen. En misschien dat je dan over een dood punt heen komt. Ja, dan gokken we op eigenlijk de eerste 3 punten weer een lange tijd. En dan een beetje zelfvertrouwen, dan moet het vast gaan lopen. Dus dat komt vast goed. Ik zou zeggen, pak een warme douche en een biertje. Dan knap je ongetwijfeld op. Komt goed, dankjewel. Kevin, UVS leidt een nederlaag tegen koploper Die Hagen. Dat is geen schande. Ik denk op basis van de eerste helft heb ik een redelijk gelijkwaardige wedstrijd gezien. Maar dit UVS was vandaag de stootkracht ontbrak eigenlijk de hele wedstrijd door. Ja, ik denk zeker voorin aanvallend. Zowel beide ploegen vind ik hoor. Weinig tot niks gecreëerd. Ik liep ook in de rust van het veld af en zei tegen Henk en Ton, eigenlijk is dit een typische 0-0 wedstrijd. Want in beide 16e gebeurde er niet veel. Maar goed, we gaan wel met 0-2 achter rusten door een penalty en een fout in de opbouwfase. En voor de rest is in beide 16e niks gebeurd. Ook de tweede helft niet. Volgens mij een typische 0-0 wedstrijd. Maar die we uiteindelijk denk ik wel helaas terecht verliezen. Ja, je zegt terecht en dat is dan op basis toch van het geheel wat je dan gezien hebt. Dat zij toch net wat completer zijn, in ieder geval op basis van deze wedstrijd. In ieder geval wat degelijker dan ons vandaag. Heel goed de beperkingen die ze van hun eigen weten.
en heel goed als collectief hebben geopereerd. Vind ik niet dat ik vind dat wij niet als collectief hebben opgetreden. Alleen zaten daar wel iets extra's in, vond ik vandaag. En je brengt ze onbedoeld eigenlijk in het zadel met een handsball waar hij dan een penalty voor geeft. Vanaf mijn positie leek me dat ook terecht. En een fout in de opbouw, ja, dodelijk dan meteen. Ja, dat is zonde en daar waren we ook van tevoren op gewaarschuwd. Die penalty is ongelukkig. Ik zag het moment namelijk niet gebeuren. Maar goed, ik hoor daar wisselende verhalen over met scheidsgevenden, dus het is zo. Maar goed, vervolgens heb je voldoende tijd om het in principe recht te trekken. Alleen, waar ik het net al zei, we hebben eigenlijk weinig tot niks op twee afstandsschoten gecreëerd aanvallend. Aan de andere kant natuurlijk ook niet veel weggegeven. Nee, alleen die Hagen hoeft dan in de tweede helft niet meer, houdt controle. Maar ziet eigenlijk ook dat jullie tot aan de 16 komen en daar hield het een beetje mee op. Ja, de stootkracht rondom de 16 ontbrak. We waren niet in staat om tot grote kansen te komen. Dus dat heeft de Hagen ook gewoon meer dan goed voor elkaar. Het zal ongetwijfeld met de stand te maken hebben. Maar naar mijn idee zijn er ook wat jongens die niet het absolute niveau hebben die ze vorig jaar wel vrijwel elke week haalden. Nee, dat zal er zeker mee te maken hebben. Kijk, vorig jaar als je bovenin meedraait, hè, misschien zo'n penalty van voorbeeld van Die Hagen of een wel of geen rode kaart voor Die Hagen. Het geval wat wij vorig jaar wel hadden, dat het mee zit. En nu sta je aan de andere kant van de medaille en zitten dat soort dingen tegen. En net ook in de kleedkamer gezegd, de enige manier om eruit te komen is door 2-3 overwinningen op rij te boeken. Want een boost geeft aan het zelfvertrouwen en daar gaan we komende week weer hard aan werken. Zoiets te zeggen over de blessure van Lloyd van der Wilde die al vroegtijdig naar de kant moest? Het is echt even afwachten tot maandag, dinsdag. Daar zal even een echo aan de pas moeten komen. Begin volgende week verwacht ik daar meer over te weten. Over de zieke boeg, Marvin Sloos ook voorlopig uit de relatie begrijpen? Nee, klopt. Ik denk Marvin voorlopig eruit. Lastig in te schatten hoe lang het gaat duren, maar ik verwacht helaas langdurig. Lars Verlaan verwacht ik komende week weer terug op het veld. Ging het donderdag af. En was niet verstandig om op korte termijn te spelen. Ik verwacht dat hij dinsdag wel weer het veld op kan. Delano helaas ziek. Die verwacht ik vanaf dinsdag ook weer terug. En nou goed, met de rode kaart hebben we ook een schorsing van Mart voor volgende week te pakken. Dus blijft even puzzelen. Maar goed, we hebben een brede selectie, dus uiteindelijk komt dat ook wel goed. Ja, je mist ook nog een speler die op vakantie is. Daar zou je niet heel erg blij mee zijn geweest. Nee, Thijs die was erin dan niet, maar is ongelukkig. Ja, dat is voor hem gedaan, voor hem geboekt, zonder dat hij het wist. En ik wist ook ruim van tevoren, dus wij wisten, ik denk al 3 maanden geleden, dat Thijs er vandaag niet bij zou zijn. Die hebben we er trouwens volgende week ook wel weer bij terug natuurlijk. Mart had al een gele kaart, dan opren ik wat opmerkingen richting adres van de scheider. Wat heb jij daarvan meegekregen? Ja, dat is het bijzondere, want hij zei helemaal niks tegen de scheidsrechter, hij had het tegen Sven. En vervolgens geeft de scheidsrechter een gele kaart die volgens mij de hele wedstrijd met 2 maten meet. Maar goed, daar hebben we nu niks aan en dat gaat ook niet meer veranderen. Mag je het nog wel aanvechten dan, die rode kaart? 2 keer geel is volgens mij niet mogelijk om aan te vechten. Daar heb jij een punt trouwens. Maar uitermate vervelend, want ja, wel een belangrijke pion achterin natuurlijk. Nee, absoluut. Een leidende figuur achterin. Die zullen we missen volgende week tegen het aanvallend sterke Valken. Dus daar zullen we een oplossing voor moeten verzinnen. Ja, wel een wedstrijd om naar uit te kijken. Jullie hebben ook wat recht te zetten. De eerste wedstrijd van het seizoen natuurlijk verloren hier op eigen veld. Valken wel in goede doen. Is dat dan misschien wel de wedstrijd die je nodig hebt om misschien over dat dode punt heen te komen nu? Dat weten we volgende week om 4:15 ongeveer of dat het geval is. Dat is ja voorhand altijd gissen en dat zal volgende week blijken. Maar wij moeten er gewoon voor zorgen dat we er geloof in hebben. Dat we daar met vertrouwen naartoe gaan. En dan gaan we het zien hoe de wedstrijd zich ontwikkelt volgende week. Keihard blijven werken en hopen dat het kwartje zo langzamerhand de andere kant een keer gaat oprollen. Ja, je zou een keer denken dat de gifbeker een keer volledig leeg is. Die Cambuur is die leeg na afgelopen week geloof ik. Dus die voor ons kan ook niet meer lang duren. Jullie zijn nu aan de beurt dus. Inmiddels, je gaf eerder aan in de week hadden we even contact over verlenging van je contract hier. Is daar inmiddels wat duidelijkheid over? Want ik begreep ook dat als de KVB te lang zou wachten met uitsluitsel dat je sowieso door kan. Qua dispensatie zou dat inderdaad na dinsdag duidelijkheid moeten komen. En voor de rest hou ik het liever bij de wedstrijd over inhoudelijk wel of niet doorgaan. En zodra er nieuws over is, wordt dat uitgebracht. Dat horen we dan. Ik wens je ondanks de nederlaag vervelend even een kadertje, maar toch een lekker weekend. Ja, dankjewel. Jij ook. Hey!